Maandagmiddag was in het dorpshuis in Lieshout een bijeenkomst voor de nieuwe bewoners van het plan De Fontein. Na binnenkomst kregen de 40-tal bewoners door Wocom georganiseerde bijeenkomst koffie met gebak, waarna de contracten werden getekend en de sleutels werden overgedragen. De nieuwe woningen staan op de plek waar jarenlang basisschool De Fontein heeft gestaan. Daar realiseerde woningcoöperatie Wocom een unieke nieuwbouwproject. Er kwamen in totaal 20 huurwoningen die bij uitstek geschikt zijn voor 1 of 2 persoonshuishoudens. Voor jong en oud, voor ieder wat wils. De locatie heeft door zijn centrale ligging een plus voor senioren. Want, mocht het in de toekomst nodig zijn, de zorg zit nagenoeg om de hoek. Men kan hierdoor langdurig in deze nieuwe woning blijven wonen. De nieuwe woningen staan tussen de Klumper, de Kuiperstraat en Nieuwstraat. Binnen dit plan werden 2 nieuwe straten gecreëerd, namelijk Den Dissel en Den Effer.